Oud-medewerkers van Honig houden zaterdag 3 juni een reunie in het Honiggebouw aan de Waal. Die dag wordt er ook een foto-expositie geopend. Dat heeft ten eerste te maken dat we elkaar allemaal weer een keertje willen zien. Maar ook dat het honigmerk 150 jaar bestaan. En buiten dat hebben we ook hier op het honigcomplex realiseren we een fotorondleiding. Dus komen aan de buitenkant van het gebouw komen allerlei grote foto's te hangen. Dat mensen als ze over dit terrein lopen kunnen zien wat hier vroeger gebeurde. En dat zijn foto's die van verschillende jaartallen zijn. Dus ja, dan krijgen ze een indruk. En dan ja, is ook voor het complex dat hij wat meer waarde krijgt ook. En misschien is dat ook de aanzet dat een gedeelte blijft bestaan. Ik heb bij Honig gewerkt vanaf 1972. Een roerige jaren meegemaakt. En dan tot 2013. Ik heb ook het geluk nog gehad dat ik bij de huidige eigenaar van het honigmerk heb mogen werken. Amerikaans bedrijf. En dat heeft met alle voor- en nadelen te maken. Ook de sluiting hier van het bedrijf mee mogen maken. Wat ik op zich wel heel erg fijn vond. Omdat je dat dan toch op een of andere manier toch goed af kunt sluiten. En ja, zodanig dat ik nog steeds hier kom. Hè, dus om toch ook de nieuwe dynamiek die uitgaat hier van het complex ook nog mee te mogen maken. Wat op zich heel erg positief is, denk ik. We hebben een hele hoop oude filmpjes, oude reclamefilmpjes. Zelfs nog van voor de oorlog, zeg maar zo'n beetje. Dus een hele oude tekenfilmpjes. Tot de laatste filmpjes die een beetje gemaakt zijn. Hè, van honingspullen. En ook filmpjes van het complex gedeeltelijk. Maar er zijn niet zo heel veel dingen. Maar meestal oude reclamefilms. Oude beelden van de geschiedenis van de honigfabriek zijn in juni te zien in het Huis van de Geschiedenis aan het Marienburgplein.